Yo, kijk van Game met Max, welkom bij weer een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we eindelijk weer terug op Mindtopia, mensen. We zijn er eindelijk weer, mensen. Na zo lang wachten, na 2 weken geen Mindtopia, zijn we eindelijk weer op Mindtopia. Ja, eindelijk zijn we er weer. En vandaag zijn we in iets heel speciaals, iets nieuws. Namelijk een nieuwe stad in Mindtopia. Het heet De Hill. En daar sta je volgens mij bij het gemeente, dus ik heb geen idee. Ik doe plot info. Even kijken. De Godfather was, als het goed is, de burgemeester. En hier heb je ook een balie. Dus het lijkt mij dat dit het gemeentehuis is of zo. Het is een soort van voorstad voor Malibu. Voor echte rijke mensen. Vanaf level 10 of 11 kan je pas vanaf in. Het is ook echt met mega grote plots en dikke villa's. Dus het zal niet zomaar toegankelijk zijn. Het is echt een voorstadje van Malibu, zo gezegd. Dus ja, in principe, ik weet niet, zou ik hier een huisje kopen? Ik zit natuurlijk al in Malibu. Maar wie weet kunnen we hier zeker een huisje kopen. Laat even een reactie achter als ik hier een huisje moet kopen. Druk ook even op die like, kunnen we de 1000 likes halen voor deze nieuwe stad. In ieder geval, we gaan eventjes een toertje doen door deze nieuwe stad, De Hill. En ja, hier is dus het gemeentehuis, meer weet ik ook niet van. Nou, we hebben hier een hele dikke brug. En dan heb je hier echt gewoon bergen met dikke plots, jongen. Dit is echt gewoon het echt voor de rijke mensen. Want kijk dit plot, jongens. Kijk dit plot. Godsamme, dit is groot, jongens. Dit is groot. Oeh, er staan wel al wat gebouwtjes. Dat is wel interessant. Nou, ik heb in ieder geval ook gelezen op het forum dat hier een bloemenveiling komt of zoiets. Ik heb geen idee precies. Moet je even op het forum lezen als je dat wil weten. Hé, daar staan mensen. Wat is dit dan? Huh? Wat is dit dan? Mensen zei... Is het politie of zo? Oh, politie! Popo. Nou, politie hebben ze dus hier ook. Dus ik denk dat de politie hier aardig nodig is. Aangezien je heel veel van die berg hebt. En dan kunnen heel veel mensen doodgeslagen worden met wapenstokken. Dus in ieder geval, de politie is hier wel nodig. Nou, politie heb je hier dus ook. Wie is hier de agent? Just Mr. Wolf is hier de korpschef. Nou, niet zoveel agenten nog. Dus ik denk dat ze nog wat agenten zoeken. Misschien kan je solliciteren als je nog geen baantje hebt. In ieder geval mensen, check dit. Ik kan natuurlijk niet alles langs gaan. Maar ik zal een beetje rond gaan kijken. Ik weet natuurlijk niet waar alles ligt. Aangezien ik gewoon letterlijk de wereld in ben gespand hier. En daar bij het gemeentehuis in de buurt stond. En toen liep ik daarin. Start ik de opname. Dus in ieder geval, ik weet ook nog helemaal niks. Maar ik vind het in ieder geval wel echt al een toffe stad. Holy shit. What the fuck is dat? Nou, wat is dit überhaupt? Oh, zo'n kade, zo'n pier. What the fuck is dat voor groot gebouw? Holy shit. Dat is echt een groot gebouw. Ondertussen kan je ook volgens mij fitheid 140 halen. Ik weet nog niet precies hoe. Ik zag van mensen die je moet klimmen en springen en weet ik het allemaal. Maar dat gaan we later een keertje ontdekken. Dit is echt groot. Holy shit. Volgens mij is dit een shopping mall waar ze het over hadden. De mall. De H. Ik weet het niet. Ik denk het wel. Ja, dit is volgens mij die shopping mall. Dit is volgens mij de enige plek waar winkels komen, als ik het goed had. Oh, wie dit winkeltje heeft. Oh, wie dit winkeltje heeft is OP. Hé, de Godfather. Hallo. Hallo, de Godfather. Hoe kom ik daar boven? Ik kom met hem praten. Hij is echt korp. Oh, hier ging ik naar boven. In ieder geval, dit is dus het winkelcentrum. Oh, je hebt hier boven zelfs ook nog een winkel. Holy shit. Holy shit, mensen. Dit is echt huge. Dit is echt genoeg voor zeker 30 winkels. Meneer de burgemeester. Hallo. Ik ben... Ja, godsamme. Ik wou een vraag stellen. Be right back, zegt hij dan. Nou ja. In ieder geval, hier komt dus ook de bloemenveiling, als ik het goed had. Dat had ik gelezen op het forum. Nou, in ieder geval... Zal ik hier een winkeltje starten, mensen? Laat het achter. Als ik hier eens moet starten, misschien ook een huisje kopen of zo. Een plotje, laat het zeker achter. Kijk, ja, ik vind het wel echt mooi. Ik vind het wel een mooie stad. Dus ja, in principe, oh, je moet daar weer omhoog helemaal. Het is nog groter. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat je beter een winkeltje onder dan boven kan hebben. Want ja, boven is natuurlijk ja, best ver lopen. En er komen niet zo heel snel mensen. Nou, handig dat ze hier geen bergjes hebben geplaatst. Gaat doden vallen. Dat weet ik in ieder geval wel. Nou, dan gaan we weer naar beneden toe lopen. Want er is natuurlijk nog veel meer te ontdekken in deze stad. Ja, ik vind dat tot nu toe echt gewoon een nice nieuwe stad. Deel voor ja, wat hogere levels. Beetje, ja, net een downtown, maar dan beter vind ik.
In Downtown is zo saai en zoveel stomme regels. En ja, wat is dit nou weer? Oh, ik denk dat ik weet waar we zijn. Dit is een of andere bloemenkwekerij of zo. Ik heb geen idee. Misschien is dit de veiling. Oh, misschien is dit de bloemenveiling wel. Dat kan. Plot info. Geen. Oh, misschien is dit de bloemenveiling. Maar aangezien je ook zo'n dingetje daar hebt. Maar misschien is dit... Kijk hoeveel bloemen ze hier hebben. Dus ik denk echt dat dit de bloemenveiling is dan. In ieder geval, dit is dus de bloemenveiling. Gok ik dan. Ik weet het natuurlijk niet zeker. En daar heb je weer van die huisjes. Wat is dat? Het zijn allemaal random huisjes. Maar volgens mij zijn het gewoon custom huisjes die je kan kopen. Nou, misschien staat de deur wel open. Kunnen we even erin kijken. Dit is gewoon met terrasje en al. Dus... Oh, dat is een winkel. Restaurant de La Plage. Nou, kijk, dit is gewoon een winkel. Kan je gewoon kopen. Dat ziet er wel tof uit. Gewoon een etenswinkeltje hier aan het water. Dat is wel een redelijke locatie, moet ik zeggen. Aangezien, ik weet niet. Er komen denk ik niet zo heel veel mensen. Dus ik weet niet of dat goed is. Oh, kledingwinkel kant-en-klaar zelfs. Je kan hier gewoon kant-en-klare winkels kopen. Dat hebben ze wel handig gemaakt. Dan duurt het ook niet zo lang voordat er iemand in het winkeltje zit. Nee. Ik ben een record. Nou, kant-en-klaar kledingwinkel. Misschien koop ik er wel eentje. Ik weet het niet. Nou, dan gaan we in ieder geval terug daarin. Daar staan ook al dikke villa's in ieder geval. Er staan hier zoveel dingen al alvast. Ik weet niet wat er allemaal nog meer is. Ik heb alleen dit stuk van de stad gezien. Misschien moet ik nog helemaal daar achterheen lopen. Is er nog meer. Maar we gaan het wel zien. Binnenkort is er ook een... waarschijnlijk staat hier ook op mindtopia.nl. Dus kunnen we de map ook zien. Dus dan kijken we dat dan. Hé, wat is dit? De bank! Oeh, dat is gewoon de bank. Holy shit. Ja, die bank ziet er wel eventjes rich uit. Want hier komen ook de rijke boys, denk ik. Dus ik dacht, laten we gewoon wat diamond en gold neerzetten. Nou, ik denk dat ze hier topdrukte verwachten. Maar ik denk niet dat dat gaat komen hier met deze stad. Aangezien niet zo heel veel mensen waarschijnlijk komen. Je weet natuurlijk nooit, maar het is wel voor de hoge levels. Dat betekent dat er wel wat minder mensen komen in het algemeen. Nou, dan ga je hier naar de dikke plots, jongens. Holy shit, zeg. Wat is dat trouwens? Oh, dat wil ik even zien. Volgens mij is dat een brug. Volgens mij is dat een brug. Ja, dat is een brug ergens naartoe. Ja, naar Atlanta. Je kan het ook van Atlanta. Welkom de Hill. Nou, welkom in de Hill. Als je vanaf Atlanta komt. Nou, gaan we hierboven even kijken. Hier heb je dikke plots, joh. Hier heb je echt dikke plots. Dit is echt een zieke plots. Ik ga sowieso waarschijnlijk hier eentje kopen dan. Je hangt hier gewoon een beetje in de lucht. En ik wil natuurlijk wel de allerbeste hebben. Dat weten jullie altijd. Ik wil altijd de allerbeste plot hebben. Dus ik denk dat ik maar zometeen even eentje ga kopen misschien. Maar laat ook zeker achter waar ik het moet kopen. Misschien kijken we even de reacties en dan doe ik dat. In ieder geval, dit is echt groot, jongens. Shadow Rick. Ja, hopelijk heeft hij geen wapenstok bij. Dan word ik hier afgetikt zometeen. Dat zou me niks verbazen. Mensen die hier staan op de berg. Daar kun je in ieder geval mijn mobiel bij. Oi. Nou, in ieder geval... Oh, hij is agent. Laat maar. Ik zie dat hij al agent wordt. Nou, in ieder geval, hier moet je echt oppassen. Hier word je echt snel eraf getikt. Dit is bijvoorbeeld ook een nice plot. Helemaal bovenaan. Ja, misschien ga ik hier wel eentje kopen. Oh, daar zitten we nog hoger. Daar wil ik heen. Ik wil een beste punt, joh. Het beste punt. Volgens mij is dit gewoon alleen maar gebied. Alleen maar gebied met allemaal van die dingen. Want ik zie voor de rest echt helemaal niks hier. Volgens mij is het gewoon alleen maar van die nice plots op de berg hier. En is hier niks anders speciaals meer te vinden. We lopen nog heel even verder. Dan gaan we even kijken. Even mensen, doe een like. Vergeet zeker niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan. Laat achter wat ik de volgende keer in Mindtopia moet gaan doen. Dat wil ik ook zeker weten, mensen. Ik wil zeker weten wat ik moet gaan doen. Oh, wacht, daar is een brug. Daar is een brug. Daar kunnen we... Oh, dat kost me fitheid. Oh god, Oh, shit. Ah, dat heeft me fitheid gekost. Nou, hopelijk heb ik niet te veel minpunten nog gekregen. Want ik heb heel veel minpunten gehad. En heb ik allemaal eraf moeten rennen laatst. Dus ja. Oh, wat doe ik? Geen. Ah, kost me allemaal minpunten. Oh, je hebt zelfs een tunnel onder al die. Onder al die bergen door heb je gewoon een tunnel. Dat is ook wel handig natuurlijk. Nou, tot. Oh. Wat? Betreden op eigen risico soon. Je komt er. Niet meer uit. Telt als inbreker. Wat?
Jongen. Nou, bij de 1000 likes gaan wij hierheen. Bij de 1000 likes ga ik hier dus heen. Betreden op eigen risico. Nou, dat ga ik vandaag niet doen. 1000 likes, dan ga ik daar eventjes kijken. Wat natuurlijk niet mag, maar ja, dat doen wij gewoon eventjes. 1000 likes, tik even allemaal die like aan. Ik denk dat dit de video was. Misschien kan ik binnenkort nog een video maken als er nog meer dingen zijn in deze stad. Het is zo groot, ik kan niet allemaal in één video doen. In ieder geval mensen, dit was dan de video van de nieuwe stad, De Hill. Doe even like, vergeet zeker niet te abonneren. Volg mij zeker op Twitter, linkje staat in de beschrijving. En dan bedankt jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!